denk Leila, maar ik is welkom bij Humphrey. De invloeden van onze keuken zijn vooral Filipijns. Dus een smeltkroes eigenlijk van verschillende keukens, invloeden van Zuid-Amerika, Europa, alle landen eigenlijk die invloed hebben gehad op het land Filipijnen. Dus een diverse keuken, vooral met Aziatische toetsen. Ikzelf ben geboren in Amerika, waar mijn ouders elkaar ontmoet hebben. Mijn moeder is Filipijnse. We hebben ook heel veel gereisd in ons leven, dus heel veel dingen gezien en eigenlijk teruggevallen op een keuken met zeer diverse invloeden en smaken. Dus voor Eat Brussels hebben wij een typisch Filipijns gerecht, bistek tagalog. De wine pairing, uiteraard Bordeaux bij ons gerecht, gaf ons heel veel verschillende mogelijkheden. Klassiek gezien zouden we rood bij vlees geven, maar graag doen wij bij Humphrey net iets tegenovergesteld. Dus dacht ik aan een rijpe witte graaf eventueel erbij. Maar we zijn uiteindelijk toch gevallen voor een mooie fruitige volle rosé. Liefst iets met cabernet als we de spicy side willen gaan. Of een vollere ronde rosé op basis van Merlot. Mabuhay!